Hallo, hier Link 2155. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Wat gaan wij vandaag weer doen? We gaan vandaag weer eens even kijken of we een event opdracht kunnen oppikken. En ergens hier in... Ja, hoe heet dat wat eigenlijk? Bratislava. Hier schijnt dus een Tankpool 24 Racing trailer in de buurt te zitten. Dus we gaan even naar het doorzoeken van contracten. Even annuleren. Even kijken. Ergens moet er wel eentje tussen zitten, hoop ik. Racing. Nee, nog steeds Racing. Ja, hier hebben we er een. Een Tankpool 24 Racing en KIS. Van Bratislava naar Ancona. Moeilijke naam. Een rit van 14 uur. En wij mogen er 17 uur over doen. De vorige keer, dat filmpje ging niet helemaal naar mijn eigen verlangen, zeg maar. Dat ging niet helemaal naar mijn plan. Nou, we hebben hem dus al afgetankt, dus we hoeven onderweg niet meer te stoppen. We kunnen in één keer doorgassen. Oh ja hoor, er zit er weer eentje vast. Krappen maken. Nou, wij gaan dus eventjes hierheen. Kunnen we er meer nog wat zien. Ja, buddy, moet je er maar een beter uitmaken, hè? Is een achteruit, zou makkelijker zijn. En daar komt weer zo'n een andere Jan Joker om het hoekje in zitten. Mijn excuus. Niet gezien door die drukte. Nou, de vrachtwagen is inmiddels ook weer gemaakt. Maar ja, dat had je in het vorige filmpje kunnen zien natuurlijk. De vorige keer moest ik helaas in één keer weer tussenuit. Dan moest ik zelf weer werken. Vandaar dat het andere filmpje van mij ook echt is geworden. Oh shit, ik zit helemaal verkeerd. Maar niet uit, we gaan gewoon hierin. Nou, geef dan dat ik hierin zijn moet. Kijk, daar staat de manus. Ook maar zo'n hele mooie racevrachtwagen hier erop. Een mooie Euro Truck Simulator. Events trailer. Dat is toch geweldig, man. Dan doe ik even rustig voorzetten. Goed. Snelle jongen. Alle aandok naar wegwezen, zegt hij. Zo. Jij mag je mondje wel even dit houden. Zo, trilletje weer helemaal aan koppen. Zo, nou dan gaan we nog even wat anders doen. Even naar de opties toe. Even naar mijn... besturing, want ik zag met de vorige aflevering was ik nog vergeten mijn zijn er uit de wissers cruise control, die stond nog niet helemaal aan. Waarom de wereld staat mijn cruise control sneller verhogen? Deze moet ik hebben. Hup. En verlagen op deze. Zo, nou dat zou wel iets makkelijker gaan. We hebben multiplayer 1 nog in ieder geval. Je kunt zeggen van... even kijken, 14 uur en 29 minuten mogen we erover doen. We hebben een rit waar je 17 uur over mag doen. Nou, we gaan natuurlijk langer naar die geen 17 uur over doen. Maar hij staat nog op de andere en vandaar dat ik niet vooruit kom. Nou, wat is?
een beetje beeld graag. Hallo meneer de vrachtwagenchauffeur. Ik wil niet veel zeggen, maar je staat nog niet echt heel erg lekker met je vrachtwagen, vriend. Nou, we komen er wel aan, dus geen nood, dat gaat wel lukken. Goed. Daar gaan we dan. Nou ja, je hoeft niet aan te passen voor die vrachtwagen. We staan hier binnen het gebouw, dus dan kunnen we alles raken wat we raken willen. Uiteindelijk. Ik weet ook niet hoe die rit er helemaal doorheen gaat. Ik heb het daar eigenlijk nog niet eens naar gekeken. Maar we zullen eens kijken hoeveel idioten er weer vandaag op de weg zitten. Ik had het bij dat andere filmpje had ik dus net eventjes het laatste stukje weggereden. Was nog niet helemaal mijn bedoeling natuurlijk. Ja, daar lag mijn vrachtwagen wel op zijn zijkant. Dat kan achterlaten, hè? Er is op de plek waar de zon niet schijnt. Zo hoeven we geen links en rechts te kijken, ook niet voor de stopbord te wachten, we kunnen gewoon doorknallen. Duidelijk 80. You have left the city. I know. Right. Hier 90. Zou het niet doen. Dan lig je wel ergens aan de bocht, denk ik. Ik ga mijn lamp even vast aanzetten. Nou ja, kunnen ze ook zo lekker over zeuren bij multiplayer. Terwijl het nog daglicht is. Nee, je moet je lamp aan, anders kieken we hier. Dat is ook weer zo wat, hè? Dat we een stalker bij ons hebben. Oh, we moeten er door. Nou, dan gaan we maar mooi deze kant weer op. Dan zijn we bij de red door. Nou, dan is de keus makkelijk gemaakt natuurlijk. Oh nee, toch wel weer een splitsing. Toch weer een splitsing. En wat wil je nou? Ik blijf gewoon lekker op deze baan, mijn beat. Degene achter zomaar wat denken, ik ga tot de verrekking. Met die vrachtwagen van je erbij. Meneer rijdt die Vego. Mevrouw, ik weet niet wat dus.
Blijkbaar kun je bij de s'avonds naar etenstijd rijden. Dat is het meest drukste. Weet je zeker dat je in een file terechtkomt. En niks meer van je vrachtwagen overhoudt. Gedenk, hier kom ik aan bij mijn man. Ik kan je vertellen, die komen allemaal uit dezelfde plaats weg waar ik ook ben vertrokken. Die twee die horen bij elkaar, zie ik. En dan kun je nagaan, dan zat je hier dus voordat ik naar mijn werk ging, een klein stukje van een plaatje af en je staat hier gewoon in een tunnel vast voor niks. Is dan mijn cruise control afgesteld? We gaan hem even afstellen. We gaan
nog niet helemaal in pad zetten, maar we zetten hem wel even langs de weg, hè. Jij staat niet helemaal goed afgesteld. Nou, heb ik alweer in de gaten. Gamevoorkeur. 60 seconden, nee, dat is ook wel niet. Kans op regen, nee. Welke gebeurtenissen? Nou, die zijn dan wel iets hoger. Vind ik altijd wel leuk. Zo. Kan dan een mooie... ik weet trouwens niet als dat wel met multiplayer te maken heeft. Dat weet ik dan weer niet. Maar zo'n keer niet zo heel erg handig om dat te gaan doen. Speler en verkeerstrailer. Verkeerstrailers. Die maar lekker staan we zoals het sneller begaan ze. Die is er af. Motor en elektriciteit automatisch starten. Ja, dat is ook wel erg handig. Hier sta jij. Deze moet ik hebben. Deze moet gewoon lekker naar 2 toe. Tolerantie 5 km per uur. 3 meer. Nou, cruise control. Ja, nou, zo wel. Ja, maar weten we dat ook weer is. Een kniplicht automatisch uitschakelen. Nee, dat doe ik zelf wel. Ik zet er wel aan, maar veel nut heeft het toch ook weer niet. Zo. Nou, daar gaan we weer. Helemaal solo hier, jongen. Wat ik wel leuk vind aan multiplayer, het is niet. Het is wel wat kaal, dus ook makkelijker, vele malen makkelijker rijden dan. Dan als je die promos gebruikt in singleplayer. Je kunt wel merken wanneer de meesten dan weer terug zijn van werk en of een vrije dag hebben. Het wordt in één keer sterven ze druk. In één keer. Je ziet het zo gewoon op, in één keer op. Plop, 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 plop. Klaar. En dat is een soort van spitsuur. Alleen de spitsuur is dan blijkbaar 's avonds en waar je het meeste last van hebt. En zoals nu ook, ik ben al gewoon overdag, ik heb gewoon lekker een dagje vrij. Ik werk een groot gedeelte 's avonds, gaat wel veranderen, dat dan weer wel. Maar dan zie je gewoon dat je, als je 's ochtends gaat rijden met dit spel, bijna geen mens te vinden hier.
We staan er een heel zootje vol mee bij een pompstation. Oh, dat zijn die twee... Oh, dat is het hele clubje. Dan elkaar op te wachten daar. Misschien moeten ze ook wel naar Italië. Ik weet het niet. Helikopter! Het was me wel trouwens wel iets opgevallen. En ja, dat ze bij de singleplayer versie hebben ze dus de geluiden hebben ze dus helemaal aangepast. Nou wil ik alleen nog eens een keer bij het Nederlandse pompstation daar ook eens denken. Kijken als ze daar dus ook praten. Want ik was in Italië volgens mij. En volgens mij was ik in Italië. Daar had ik dit pompstation gepakt. En normaal gesproken hoor je nooit iemand praten. Daar hoorde ik toevallig iemand praten. En ik denk, als ik dus bij een Nederlands pompstation eens aanga, misschien dat je dan Nederlander wordt praten. Je heeft geen ding voor 15 euro. Maar bij wijze van spreken. Dat is wel grappig. Nou, ik spiel ik dus anders aan. Alleen aan de andere kant van de weg. Maar je ziet dus wel weer. Hè? We rijden hier dus nou helemaal solo. Want ook werkelijk waar is hier niemand te bekennen. Want echt niemand. Als de verbinding wegvallen, wij zijn in een tunneltje. Oh, ga weer hem afslaan. Hupsakee.
Dat ziet er wel allemaal gezellig uit, toch? He? Er is een mooi beetje water erbij. Nou, een mooi beetje water, een mooi beetje veel water. Maar toch hebben ze eigenlijk best wel een landschap eromheen. Die hebben ze eigenlijk best wel mooi gemaakt. Ook al is dit spel helemaal kaal, zeg maar. Geen mods of wat dan ook. Dan er eentje aan zetten. Ik wil mijn visa kaart. Oeh, wat is dat? Hier staan de potjes nog omlaag, Link. Niet. Nee, volgens mij is dit een beetje misleidende iets. Volgens mij kun je hier gewoon op deze baan door blijven rijden. Nou, zie je wel. Oh, nee, ik moet toch wel deze kant op.
Dan denk ik een paar van die pijltjes. Basters. Een andere pas, Picasso en Barisi, die vliegen ergens helemaal over de baan heen. Een klein foutje in de map. Zullen ze nou die multiplayer map hebben? Eigenlijk zou dat nog wel ideaal zijn voor gewoon de normale dinges. Voor het echte verkeer. Nou, ik weet niet hoe vaak gebruikers gaan kijken van, hé, daar is de file, we rijden even om. Nou, die ene heb ik al zullen kunnen, ja, dat is mee, zie ik. Waar is een maatje overgebleven trouwens? Die gaat niet alleen het andere, maar het is hier wel erg stervensrustig. Nee, ik denk als je dus echt sensatie wil zoeken, dat je dus echt, nou, laat ik het zeggen, dan gewoon in de Nederlandse tijd, dat je dus echt wel 's avonds moet rijden. Rond een uurtje of 6, 7, dan blijkt het wat drukker te gaan worden. Ja, ik had gisteravond had ik dus nog even een napje gegeten. Ik kom weer terug, hè, om het spel weer om die rit verder af te maken. En boem! Nou, alsof er een explosie in de game was gebeurd. Ja, er zijn nog niet zo heel veel personen nog te zien. Er zijn er maar 1662 zitten er op server 2. Oh nee, hoeft niet, hè? Dit is Italië. Ziet er verleidelijk uit. Om dan weer links af te slaan.
En ze hebben er wel een server 4 bij gezet, maar die wordt er bijna nooit gebruikt. Dus mocht je echt nu willen rijden in middle of nowhere of wat dan ook, dan is server 4 echt ideaal voor degene die er nou in wil stappen. Ja. Don't worry. Hij is niet van de baan afrijden. Niet mijn intentie om dat te doen. Ons kanaal kloppen hier niet. We rijden op de A13. Map is niet up to date hier. Zie ik. Hij mist een lijntje. Ja, best links en rechts ben ik tussendoor even wat aan het allemaal wat van aan het uitvogelen. Een live map naast mij. Oh, die wil ik ook een keer vervoeren. Zo'n leuke boot. Ja, we zitten nu in het event verhaal. Dan gaan we dat eerst maar eens even doen. Hè? Het is trouwens eigenlijk de eerste keer dat ik aan een event meedoe. Die ik tenminste ook begrijp. Maar ja, nou heb ik er ook eens een keer even tijd voor genomen. Om eens even eens goed door te lezen wat die events nou te doen heeft. Lichtelijk volg ik ATS2 ook wel via Facebook en zooi. En daar gaat deze event ook trouwens vanuit. We zijn weer ergens heen geweest. Ook nog iets met race trucken. Nou ja, dan kwam dit evenement in één keer boven water zetten. Of nog één keer boven water. Voorbedachte raden natuurlijk. Dat dan ook wel weer.
Vince. Je doet maar lekker rustig aan achter mij. En je buddy. Dan weer wat aanstuiteren. Hou het ding recht. Hou het ding recht, vriend. Je kunt het. Het blijft altijd weer een sensatie. Haalt hij het niet. Zonder je te raken. Een soort van wedden datje. Haalt hij het of haalt hij het niet? Het wordt nou wel aardig gezellig achter mij. In de gaten. Oh, de beste Benji. Ik denk dat er een groepje is. Dat in aantocht is. Nou, nee, je zon naar links te gaan. Oeps. Ah, doe ik maar niet. Ze doen hun best. Ik moet hem opschuiven, jongens, sorry. Ik denk dat er nog wel voorbij is. Was in één keer eventjes uitwijken. Too late, buddy, too late.
Nou, dat hebben we dan ook weer overleefd. Ik weet niet waar die dood in één keer wegkomt, maar... Zijn systeem die loopt niet helemaal lekker, want volgens mij zit er aan de andere kant iets van... ik kan er nou wel langer, nou... Bijna niet dus. Nou, maar doet niet uit. Dat ding dat avond als een ziekte daar zat. Maar hopelijk heeft hij dan niet in één keer een vastlopen, want dan zie je die vast in. Nou, dat is er nog mee van ook. Zo, daar kunnen dus alle vliegen neerstaan. Van Houtwijken, vriend. Ruimte zat hier. Oh god, een rotonde. Zit ook een bom op elkaar. Jezus! Eén blauwe gloed. We gaan even wat doen. We gaan hem even hier langs de kant heen zetten. Erbij aan. Kom op jongen. Wij zitten daar, wij moeten... Oh, we zijn er bijna.
mogen dus aansluiten. Ja, ik kan wel wat toeteren, maar... Of omdat ze al in één kant op moeten, hè? Nou, dit hem niet worden. En allemaal gewoon eventvrachtwagens, hè? Dat staat het achter mij. Allemaal blauw. Hé, nog blauwe zooi. Dat valt me trouwens eigenlijk best mee, dat we nou eigenlijk gewoon allemaal achter elkaar blijven rijden. En serieus, normaal zie je er gewoon alweer, weet niet hoeveel zie je er ineens langs heren rossen. Ja, dan komt aan de andere kant komt natuurlijk ook weer verkeer vandaan, om eens zo te zien. Ja, bang! Oh, dan loopt de hele peuleur, sorry, dat loopt 9 van de 10 keer vast. Hoe is? Wat ben je even van met dat ding? Nee, dit valt me nog best mee, dat iedereen ook gewoon netjes in de lijn blijft. Je verwacht het niet. Als je dan hier op de kaart links van me kijkt, oh jongens, gaat gewoon helemaal nergens meer over. Zo'n blauwe gloed. Ja, daar kun je zelf ook rest onderin wel zien natuurlijk voor de kaart. Hoe blauw dat ding is.
Dit vind ik dan wel weer mooi, hè? Je staat gewoon met z'n allen, sta je gewoon hier vast. En iedereen geeft zich gewoon gewonnen. Gewoon, we blijven achter. We sluiten gewoon lekker achteraan en we doen gewoon verder niets. En je komt vanzelf, kom je wel naar voren terug. Dit vind ik dan mooi. Niemand loopt er gejaagd bij, of rijdt er gejaagd bij, beter gezegd. Nou, we komen steeds dichter bij onze bestemming. Zijn er bijna. Het zit echt gewoon muurvast hoor, daar. Ik heb op mijn schermpje hier links van me, is gewoon één groot meerhoopje nou. Hé, waarom staan we hier nog vast? Want er zit een stukje open hier, vriend. Oh, die andere van de gaten, dat heb ik rijden. Maar dan is het toch leuk, hè? Die ene die blijft er staan. En gewoon de rest blijft gewoon mooi achter staan. Dat vind ik wel, dat vind ik echt cool. Hij de gisteren... Nou, gisteren weer naar Jan en allemaal die jagen elkaar gewoon van de sokken af. Nee, ik moet te langs, ik moet te langs. Nee, hier moet ik nog niet zijn. Ja, zoek je eerst dat groene dingetje maar eens op. Oh, daar is hij. Ben ik in de veiligzone of is het gek uit? Nou.
één grote mieren op zo. En je zal hem daar ergens moeten gaan parkeren. Of zo. Nou, je gaat dat toch echt niet zien. Dus wij geven het maar even aan iemand die het ook is. Normaal zou ik er moeite voor willen doen. Ik heb er nooit zo lang over gedaan voor 11 minuten. Nou, werd het toch nog een beetje interessant in één keer aan het einde. Ik vond het me... Ja, als ik heel eerlijk moet zijn, ik vond dit gewoon ook leuk. Zo, nou, wij staan weer op plaats met mijn vader. Sta ik uitgerekend met mijn neus de andere kant op. Alsof dit makkelijke wegrijden is. Hè? Even kijken, hoe staan we ervoor? Nou, hop. Een handremmetje eraf. En langs een bochtje maken. Oh, dat is een bompie. Was net niet door, zegt hij. Nou, we maken ons hier maar even mooi uit de voeten. Lijkt me wel wat. Zo. Dan gaan we eventjes op de map kijken hoor. Nou, hier op de map is het aardig. Oh, kijk eens. Het is alweer een stukje afgelopen. Zegt hij. Maar het kan wel zijn dat hij niet alles ziet. Dus wij gaan weer even terug naar die kruispunt. Dat gaan we nog even doen. Eventjes terugvindt. We gaan weer eventjes terug naar deze kruispunt. We gaan even naar die pompjes, naar die slaapplaats daar. Zodat we eens even kijken hoe ver die file zich nou opgehoopt heeft. Dat gaan we nog eventjes bekijken. Lijkt me nou een hele interessante situatie. We zijn dan toch leeg. Maar hoe mooi ze ook gewoon achter elkaar blijven. Blijft er versteld voor staan. Eerlijk is eerlijk, ik blijf er gewoon echt versteld voor staan. Ik heb dit echt heel anders gezien. Je zou verwachten gewoon dat er iemand gewoon daar uit die hoek komt zetten om de boel op de kop te zetten. Dat hij gewoon tegen het verkeer ingaat. Dat verwacht je gewoon. Kijk, zelfs zonder trillen blijven ze er nog tussen staan. Ik weet niet wie die brave broeders zijn, maar... Hier hebben we even een stukje af natuurlijk. Links en rechts ziet er wel eentje aardig scheef, maar... Dat is er eentje met een start-stop-systeem op de vrachtwagen. Dat loop je nou wel aardig door.
En het grootste gedeelte is ook allemaal blauw, hè? Allemaal eventvragen, de trailers erachter zetten. Vanaf dit punt. Ja, vanaf dat punt begint het. Loopt het weer iets aan. Wij gaan deze kant op. We zetten hem hier neer. Nou, ik hoop dat ik jullie weer heb natuurlijk kunnen laten. Ik hoop dat jullie hebben kunnen laten genieten van ATS 2 multiplayer versie. Ik vond zelf moet ik zeggen, ik heb er wel van genoten, want het loopt daar nog steeds verder op. Het loopt helemaal tot aan de grens, zie ik. Want aan het tolweggetje, daar loopt het muur dwars. Maar toch, ik vond gewoon zoals ze dus zich gedragen hebben, vond ik gewoon geweldig. Iedereen blijft gewoon rustig. Ze blijven gewoon netjes in de rij staan. Niks van waar je gisteravond voordat ik moest in één keer af moest sluiten. Niks of niemand begon te dringen van ik moet er langs, ik moet daar langs, elkaar helemaal vast te zetten. Nee, dit ging gewoon lekker, net als je echt in een file staat. Dat was gewoon leuk, hoe iedereen zich ook gedroeg. Dat vind ik echt gewoon helemaal geweldig. Mijn complimenten voor iedereen die daar nu dus in de rij staat en zich rustig en gedijs weet te houden. Goed. Ik ga bij deze dus dan zo weer afsluiten. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen vermaken met Euro Truck Simulator 2 multiplayer versie. Zo ja, dan weer de vriendelijke vraag voor een like, een leuk berichtje. Krijg je 100% antwoord op. Ja, deel het filmpje eventueel met vrienden, familie die ben je nieuwsgierig zijn naar multiplayer. Nou, is dit dan best een leuk ideetje om dit even door te sturen. En de rest bovenin komt zometeen mijn logo. Daar kun je dus op abonneren. Kun je op aanklikken met muisvinger. Kun je abonneren op mijn kanaal. Mocht je geen filmpje meer willen missen. Ook natuurlijk ook even een belletje te drukken voor de notificatie wat je dus zult hebben. Van hoe, wat en waar. Nou, link 2155 gaan we deze dus afsluiten. En tot de volgende keer in de volgende aflevering van Euro Truck Simulator Multiplayer. Hup.